In de Nationale Assemblée is gisteren de behandeling van de ontwerpwet instelling Constitutioneel Hof voortgezet. Het al dan niet instellen van een constitutioneel hof door de regering heeft veel stof doen opwaaien in de gemeenschap. Met name rond het 8 december strafproces waarbij dit hof de amnestiewet zou moeten toetsen. Volgens VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin zijn de meningen over de instelling van het hof niet eenduidig. Hij vraagt zich af of het hof behoort tot de rechterlijke macht, aangezien in de grondwet is aangegeven dat het Hof van Justitie de hoogste rechtsprekende instantie is. Ook andere DNA-leden hebben hun bezorgdheid geuit over het al dan niet instellen van het hof. Behoort het tot de wetgevende macht? Ook nee, want wetgeving is een gezamenlijke activiteit van DNA en regering, de president in deze artikel 70, met als hoogst, met DNA als hoogste orgaan van de staat, artikel 55 lid 2. Voorzitter, behoort het tot de uitvoerende macht? Nee, want haar kerntaak is toetsen van de wetten. En in dat kader hebben wij onoverkomelijke bezwaren tegen de artikelen 2 en ook 7 en 8. Die gaan over de benoeming en het ontslaan van de leden van het Constitutioneel Hof. Volgens artikel 2 kan de president leden benoemen met steun van een gewone meerderheid, zoals ik al eerder heb aangegeven. We benadrukken dat als het kan, wij dit vervangen met twee derde meerderheid. We hebben ook gekeken naar de situatie in Duitsland. En we hebben het ook bestudeerd. Duitsland is er vanaf 1951 een constitutioneel hof. En niet zomaar, voorzitter. Ze hebben dit gedaan om het land te beschermen tegen een terugkeer van dictatuur, zoals men dat onder Adolf Hitler had meegemaakt. Voorzitter, ook in Duitsland is een tweederde meerderheid nodig bij benoeming in het Constitutioneel Hof. Tweederde van het Duitse parlement en ook van de Duitse Bondsraad. Dat is een vertegenwoordigd orgaan van de 16 Duitse deelstaten. Voorzitter, dan komen we op het punt van artikel 8, het ontslag van de leden van het Constitutioneel Hof. Deze bevoegdheid hebben de opstellers van de wet bij de president gelegd, die de functionarissen van het Constitutioneel Hof eenvoudigweg kan ontslaan nadat hij kennis heeft genomen van de gevoelens van de Nationale Assemblée. Aldus artikel 8. Mevrouw de voorzitter, bij onze fractie overheerst de bezorgdheid dat deze wet op het Constitutioneel Hof de mogelijkheid schept voor het vestigen van een dictatuur of een semi-dictatuur. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft de zorgpunten van de parlementariërs aangehoord. Ze erkent dat haar ministerie behoefte heeft om de conceptwet Constitutioneel Hof onder een vergrootglas te plaatsen. Justitie heeft reeds door dat een aantal zaken in de wet geherformuleerd moeten worden om te voorkomen dat er interpretatieverschillen zullen ontstaan. Ik heb gemerkt aan de zorgpunten die naar voren zijn gebracht. En er zijn ook andere fundamentele problemen die we hebben ontdekt. En ik vraag u dan ook om het ministerie alle ruimte te geven om het ontwerp aan een nadere studie te onderwerpen. En ons te ontslaan om op korte termijn een reactie te geven als antwoord in de eerste ronde. We zullen dit aan een nadere studie moeten onderwerpen. We zullen dit nader moeten bespreken. Ja. Met een aantal stakeholders, dus we hebben gewoon meer tijd nodig.
Aldus minister Jennifer van Dijk-Silos. Ze sprak gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet instelling Constitutioneel Hof. Het parlement zal na 3 weken contact maken met justitie om na te gaan of de deskundigen zover zijn met het nader bestuderen van de wet.